BNR Digitaal achter de rug en ik praat even na met Olaf Molenveld, de CEO van Magnetic.io, over containers. En containers zijn wel interessante dingen, die ken ik uit de Rotterdamse haven, maar nu gaat het over datacenters met containers. Wat is een container? Een container is een pakketje met een gestandardiseerde manier van behandelen. En daarin zit alle software die je nodig hebt om een webapplicatie te draaien. Dus de oude lamp, Linux met een Apache server en allemaal dat soort dingen, dat zit dan allemaal in een containertje? Ja. Alles wat je nodig hebt om dat te kunnen draaien op een operating system zit erin. De database, configuratiefiles, de applicatie zelf, een webserver. Ja. En ik stop het in die container, ik geef het aan jou en jij hoeft het alleen maar te installeren op een machine die compatible is met containers. Wat eigenlijk alle Linux versies zijn van tegenwoordig. En dan draait het. Ja. Daar is Google al 10 jaar mee bezig. En wat is daar het voordeel van? Want vroeger, we zitten nu met virtuele machines in datacentrums en images en dat soort zaken. Wat is het verschil met die techniek? Nou, de grote jongens zoals Google met de grote datacenters hebben het echt met name vanuit kostenoverweging gedaan. Want ze kunnen hun servers tot 98% gaan belasten. Waar je met virtual machines maximaal 50-60% kan halen. Dus dat als je over grote getallen praat. En dat is processor. Aan de andere kant heb je ook veel minder geheugen nodig. Ja, je hebt minder geheugen nodig, je hebt minder processor nodig. Je kan het echt vergelijken met een emmer waar je bakstenen in gooit of dat je de knikkers in gooit. Ja, oké. Dus die images die ik vroeger gebruik met mijn virtuele machines, die zijn lekker groot, die zijn gigabytes. En dit zijn hele kleine dingetjes, waardoor je er heel veel op één machine kunt draaien. En eigenlijk gewoon en daardoor minder geheugen, minder processor en minder hardware nodig hebt. Ja, eigenlijk snij je de operating system lager uit. Want je zegt van, nou, dat draait toch hetzelfde operating system voor al die services. Waarom heb ik er dan niet één nodig in plaats van voor 10 applicaties 10 keer die Linux versie? Ja. Wat is nou het voordeel, afgezien van een beetje snelheid of efficiëntie verbetering? Concept to cache noemen we bijvoorbeeld ook. Sneller je container in productie krijgen, dat is een hele belangrijke. De bedrijven die containers nu gebruiken, die zie je dat die honderden releases per dag kunnen doen. Waar dat vroeger weken of zelfs wel maanden was. Ja, je zei ook, als je dus een machine opstart met zo'n container, nou, met zo'n image wat ik gebruik met een virtuele machine, dan kan het zo'n kwartier duren voordat zo'n machine up and running is. Hoe lang duurt dat met een container? Een paar seconden. Oké, ze zijn zo klein, bang, upload, bam, draai meteen. Ja, je hebt het operating system niet meer nodig, dat is er al. Dus het gaat razendsnel in de lucht, er zit nog wat slimmigheid achter met caching en zo. Als je alleen maar een klein onderdeeltje verandert in je applicatie, dan verandert die alleen maar dat. En de rest laat hij staan. We halveren eigenlijk alle datacenters, we halveren de energie, we halveren de kosten en we zijn veel sneller up and running. En dit bestaat al 10 jaar, waarom dan nu? Google heeft natuurlijk een heleboel slimme mensen. In huis ontwikkelen in hun research centers. Ze hebben dat 4 jaar geleden hebben ze dat aan Linux gedoneerd. En 2 jaar geleden heeft een bedrijf wat nu Docker heet, heeft dat voor zichzelf gebouwd. Een soort laagje over die Linux containers heen, een API. En vorig jaar is dat echt geëxplodeerd. Had iedereen zoiets van, hey, dat is handig. En het is een soort democratisering die er is geweest. Eerst was het voor mensen die het echt wisten. En nu is het in één keer out in the open. Oké, en Magnetic.io, wat doe jij dan als bedrijf? Wat voor business heb jij eromheen gemaakt? Ja, wij richten ons heel erg op de applicatie. Die is opgebouwd uit de software die in die containers zit. Want er zijn heel veel spelers die zijn bezig met de containers zelf. En hoe krijg je die containers op computers en hoe krijg je ze in de lucht? Jij vult de container? Nou, dat doen de bedrijven zelf. Dat is de applicatie die je ervoor bouwt. Maar als die applicatie draait, wil je weten of die gezond is, welke versie ervan draait. Wij zijn eigenlijk management software. Versiebeheer voor containers. Hey, wie zijn de grote verliezers? De VMware en de Microsoften en dat ze die allemaal licenties vragen per virtuele machine. Zijn die de grote verliezer? Of wie? Nou, het is nog een heel prille markt. 2 jaar geleden bestond Docker nog niet. En nu zit er 200 miljoen dollar in gepropt. Wat? Venture capital? Ja. Dus daar gaat heel veel geld in. Maar het is nog maar 2 jaar oud. Dus dat betekent dat de race nog lang niet gelopen is. Het is ook allemaal nog niet production grade in die zin. Als ik een bank was, zou ik hier niet meer mission critical bank mainframe op gaan draaien. Dus je ziet nu dat VMware, Red Hat, HP, die zitten hier allemaal volop. Enorme bedreiging voor hun. Ja, dit is een typische disruption die nu plaatsvindt. Dus dit gaat dwars door de VM's heen. En die struggelt om bij te komen. Leuk. Een mooie disruptor. Waar kan ik er meer over lezen? Als je op onze website gaat kijken natuurlijk. www.magnetic.io. Daar leggen we uit wat wij doen en hoe zich dat verhoudt. Over de trend zelf? Ja, als je zoekt op Docker en containers dan... D-O-C-K? D-O-C-K-E-R. Dan vind je echt 20 miljoen hits die je precies uitleggen
hoe containers voordeel bieden. Dus jongens, we krijgen gewoon weer meer applicaties, betere applicaties, applicaties die zich beter innoveren, die sneller innoveren, minder bugs en tegen lagere kosten dankzij de docker, dankzij de container. Dankjewel. Ja, ook bedankt.